Ja, 45 jaar is natuurlijk een lange tijd. En we hebben in die tijd natuurlijk heel veel nieuwe zaken ontwikkeld. Eén daarvan was Solar. Wij dachten ook dat we daar een gouden ei in handen hadden. Maar helaas is gebleken dus dat een lege huls is geworden. En het kan zomaar verkeren door omstandigheden die je niet zelf meer in handen hebt. Wat was je analyse achteraf? Waar staat het fout? Ja, ik denk dus dat Solar is een heel sexy begrip. En dat was voor ons ook in onze organisatie, met de mensen die daar allemaal werkten. Dat werkte versterkend. En wij gingen dus grote stappen doen. We hebben denk ik wat te veel risico genomen. En de crisis die in 2008 op ons afkwam, met het verdwijnen van Lehman Brothers, heeft eigenlijk kentering gebracht in de Solar. En dan vanaf die tijd is het eigenlijk alleen maar achteruit gelopen. Wat heb je daar nog, zeg maar, geprobeerd te corrigeren? Ja, tuurlijk. Je weet dat. Nou, achteraf ben je natuurlijk wijzer als de tijd dat het dan gebeurt. Dus we hebben dus in 2009 getracht naar de beurs te gaan, of in 2008 al. In 2009, toen dat niet lukte, hebben we partners gezocht. We hebben joint ventures aangeboden, maar alles is toch niet gelukt vanwege het feit dat de markt iedere keer verder naar beneden liep. En als je daar nu op terugkijkt, heb je dan zelf ook fouten gemaakt als aandeelhouder? Ja, je bent natuurlijk toch uiteindelijk verantwoordelijk. En ik ben misschien eigenlijk wel altijd een bouwer geweest en ik heb misschien ook wat te snel willen bouwen, zonder dat het fundament sterk genoeg is geweest. Dat zou ik mij misschien kunnen uitdenken, achteraf gezien. Vanwege het feit ook dat Solar niet een regionaal of landelijk verhaal zou worden, maar een wereldverhaal. En daar zijn wij denk ik toch een maatje te klein voor. Hoe kan dat, dat zo'n door de wol geverfde ondernemer zich toch mee laat voeren? Ja, als je eigenlijk je hele leven altijd bouwt, een nieuwe fabriek bouwt, ik heb er denk ik wel 20 neergezet, dan denk je dus dat je weet hoe het moet. En je bent misschien dan iets te onvoorzichtig geworden. En je denkt dat alles wel de goede kant uit gaat. En dat de problemen zich dan, als die zouden voordoen, in de loop der tijd wel weer worden opgelost. En je bent wat te euforistisch misschien. Ik ben een te gretige bouwer. En de hele wereld dacht dat het goed ging met die zonnecellen. Ook binnen jullie eigen bedrijf. Ja, dat is inderdaad waar. Dus je spreekt het woord Solar uit en iedereen die hangt aan je lippen. Dus iedereen omarmt Solar omdat het echt een sexy uitstraling heeft. Evengoed nou het moeilijk is in de hele industrie, is die uitstraling er nog steeds bij de mensen. Had je misschien wat meer mensen moeten hebben binnen het bedrijf die eigenlijk een andere mening hadden dan Jacques Schoeten? Ja, achteraf gezien zou het misschien niet slecht geweest zijn als iemand ook af en toe de handrem had aangetrokken. En die waren er niet? Nee, die waren er inderdaad niet. We hadden eigenlijk allemaal mensen die eigenlijk versterkend werkten. Dus groei stond voorop. Maar er werd eigenlijk te weinig nagedacht. Dus dat die groei natuurlijk ook gepaard moet gaan met onderliggend het financiële draagvlak wat je voor die groei nodig hebt. Ja. Je hebt zelf die mensen uitgezocht. Dat klopt inderdaad. Het zijn allemaal mensen die wel bij mij pasten. Dus die eigenlijk ook in dezelfde richting dachten als ikzelf. Dat was natuurlijk gemakkelijk om zaken te realiseren. Ik was echter van mijn 60ste jaar, toen ik 60 werd, ben ik een beetje teruggegaan. En heb die mensen dat zelf laten ondernemen. En dat was misschien de fout dat ik er zelf ook wat dichterbij had moeten blijven. Nu een onderdeel is failliet gegaan. De meeste mensen heb je zelf eigenlijk weer overgenomen. Ja. Heb je toch schade opgelopen zelf? Heb je daar een klap van gehad als ondernemer? Ja, als je altijd groeit en je al die dingen die je doet eigenlijk relatief goed zijn gegaan. Als je dan op een punt komt dat er iets niet goed gaat, dan moet je dat natuurlijk verwerken. Solar was natuurlijk een groot club. We hadden dus 250 miljoen omzet.
En daar werkten 500 mensen. Als je ziet dat dat niet goed gaat, dan vreet dat natuurlijk ook aan jezelf. Omdat het de eerste keer is dat je dat echt meemaakt. En ik ben dan kijken, hoe kan ik dat weer ten goede keren? En dat is helaas niet gelukt. We zijn dan in het faillissement terechtgekomen. Hebben echter van tevoren wel nagedacht hoe het daarna moet gaan gebeuren. We zijn dan ook echt bezig geweest om te zien wat zijn de overlevingskansen. En de mensen die in Venlo werkten, een 90 mensen werkt hier. Daar zijn 90% momenteel weer aan het werk. En wij verwachten ook dat daar zelfs dat wij nog groeien, want er staan nog vacatures nog open. Dus dat wij zelfs nog boven het aantal uitkomen waar wij dus een paar maanden mee gestopt zijn. Heb je niet tijdens die moeilijke periode gedacht, ik kap ermee, ik verkoop ook het glas? Ja, als je in zo'n verwerkingsperiode zit en het zit een beetje tegen, dan heb je ook wel eens een keer een slechte dag. En dan denk je, nou, voor mij is het goed geweest, ik werk dan 45 jaar. Je moet toch een keer een punt zetten, weg met die rommel en ik ga wat anders doen. Maar dan de dag erop heb je dan toch weer, zie je toch weer dat de zaken die je hebt opgebouwd heel goed zijn. Het glas dat gaat uitstekend. We hebben daar nog altijd 1500 mensen werken. En we hebben mooie opdrachten. Het is een product waar nog heel veel evolutie in zit. En dat willen we ook met de nieuwe technologie van Solar weer aanvullen. Dus tot een goede harmonie. Dat we ook weer voor de toekomst producten kunnen creëren die ook voor het groen idee en het ontwijken van de fossiele brandstoffen weer nieuwe producten kan creëren. Is er nu een andere Jacques Schoeten na het faillissement dan voor het faillissement? Ik denk het wel. Ik heb daar wel van geleden, persoonlijk. Ik heb het echter wel verwerkt. Ik denk dat is ook wel een kracht van mij, dat ik me niet zo gauw in de put laat stoppen. Ik zelf ben natuurlijk wel nou voorzichtig aan het worden. Dus dat je zegt van, niet alles gaat goed, er zijn ook wel zaken die tegenzitten. Hoe is dat, omdat je na je 60ste nog mee te maken? Ja, het is wel een hele aparte ervaring. Maar toch ben ik eigenlijk blij dat ik dus dat ook heb mogen meemaken, al het wel niet fijn is. Maar het geeft wel een nieuwe impuls. Is het beter voor het bedrijf dat je dit nu hebt meegemaakt? Ik denk het wel. Ik ben dus nu inderdaad voorzichtiger om nieuwe zaken te creëren. En ik zie ook dat andere mensen ook als team meer draagvlak in beslissingen kunnen zetten. En ik ben blij dat wij die ook aan boord hebben.